Obesitas of zwaarlijvigheid neemt in belangrijke mate toe in onze maatschappij. De populatie die ermee te maken krijgt, wordt ook steeds jonger. Met alle problemen en gevolgen van dien, zowel voor patiënt als voor maatschappij. Ziekenhuis Oost-Limburg beschikt over een obesitascentrum dat alle facetten van zwaarlijvigheid op multidisciplinaire wijze aanpakt. Want obesitas behandelen bestaat uit veel meer dan diëten of een operatie ondergaan. In deze podcast laten we iedere schakel in het behandelingstraject aan het woord, zodat u een volledig beeld krijgt van de mogelijkheden die Zool biedt om zwaarlijvigheid adequaat aan te pakken. Mijn naam is Jurgen Ritsen en ik heet u welkom in deze podcast. Ja, bij mij zit Sophie Maas. Sophie Maas is kinesiste in het Zool, in het ziekenhuis Oost-Limburg. En ook betrokken bij het project rond obesitas en rond het traject rond obesitas in het Zool. Ja, Sophie, misschien een eerste vraag. Wat heeft een kinesiste eigenlijk met obesitas te maken? Dat is een hele goede vraag. Wij zijn eerst en vooral al betrokken binnen de screening. Dat is eigenlijk bij de meerdere disciplines, maar dus ook bij de kinesisten. Daar is heel belangrijk dat wij een inschatting gaan maken van beweging. Heeft deze persoon beperkingen? Wat zijn de mogelijkheden van beweging? Daarnaast is het ook nog eens belangrijk om de motivatie te toetsen. Zijn deze mensen gemotiveerd om terug aan de slag te gaan met bewegen? Op die manier gaan wij dan ook een inschatting maken wat de mogelijkheden zijn binnen welk traject. Dit wordt achteraf dan nog eens ook besproken met iedereen en zo wordt er dan natuurlijk multidisciplinair een advies gevormd. Daarnaast zijn wij nog in twee extra trajecten betrokken waarin dat wij dus ook samen met de deelnemers gaan bewegen. Mm-hmm. Een eerste traject is het groepstraject, dus dat is het conservatieve traject, hoe wij dat ook wel noemen. Dat is een 6 maanden traject dat eigenlijk een multidisciplinaire aanpak geeft. Dus daar zijn ook nog de psycholoog en de diëtisten natuurlijk ook in betrokken. Bij ons komen ze dan eigenlijk 2 keer in de week 1 uur fitnessen. Dus dan gaan ze bij ons terug beweging opbouwen, geleidelijk aan, progressief. En wij gaan individueel rekening houden met dan eerst bij de screening geweten problemen bij de patiënt. En dan daarnaast gaan we ook nog eens testings doen. Dus we gaan de patiënten ook testen, opvolgen, zodat we ook resultaten kunnen bereiken. Ja. Dus dat is een beetje binnen dat groepstraject, dat 6 maanden traject. Het is ook belangrijk dat natuurlijk de patiënten naast ons traject algemeen actiever gaan zijn. Dat ze ook nog een keertje daarnaast extra zelf wat beweging gaan zoeken. Ook zoeken wat dat ze graag doen, want daar hechten we ook veel belang aan. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een beetje voor dat conservatieve traject. Daarnaast hebben we ook natuurlijk bariatrische revalidatie. Ja. Dat is natuurlijk na een heelkundige ingreep. Dus dat zijn in de volksmond de maagverkleiningen. Ja. Deze mensen moeten ook na deze operatie naar een actievere levensstijl gaan. Daarin gaan we ze natuurlijk in het ziekenhuis zelf ook zien. Dus postoperatief zijn deze mensen elke dag zelf al in het ziekenhuis aan het rondwandelen met de kinesisten. Ah, zo. Ja, daarna geven we dan ook nog een 10 weken programma, wat ze kunnen volgen bij ons. Dus dat is weer eigenlijk naar die 2 keer per week 1 uur trainen. Hier is natuurlijk belangrijk laag intensief te starten. Na zo'n operatie moeten we rustig starten. Ja, dat is ingrijpend, zo'n operatie. Ja, dat is natuurlijk ingrijpend. De wondjes moeten nog helen. Er mag op het begin nog niet te veel druk op de buik worden gezet. Dus het is wel interessant om dat begeleid onder de kinesisten te doen. Ja. En heel progressief op te bouwen. En zo gaan we hun eigenlijk begeleiden naar een actievere levensstijl. Ja. Het is eigenlijk een beetje een duwtje in de rug die 10 weken. Dat ze het daarna zelf volledig kunnen oppakken. Wat zien we ook bij de mensen met een heelkundige ingreep? Dat er op korte tijd veel gewichtsverlies is natuurlijk. Dat is ook de bedoeling van die ingreep. Waarbij komt kijken dat er veel spiermassaverlies is. Dus daar is ook de component krachttraining heel belangrijk. En daar duiden wij dan ook heel hard op. Het is ook heel belangrijk om te coachen en veel info te geven en veel vragen te beantwoorden als kinesist in het algemeen. Dus bij de niet-invasieve ingrepen worden jullie eigenlijk van het begin van de behandeling betrokken bij die behandeling. Mm-hmm. En bij de chirurgische behandelingen, mm-hmm, is het nadat de chirurgie plaatsgevonden heeft. Ja, eigenlijk is dat dan pas inderdaad van het moment dat ze geopereerd zijn, zien ze ons in het ziekenhuis, behalve op de screening dan. Dus we hebben ze ervoor wel al een keertje gezien. Mm-hmm. En dan zien ze ons terug in het ziekenhuis aan achter. En wat doen jullie dan precies als kinesist bij zo'n behandeling van obesitas? Wat is jullie specifieke rol daarin? We hebben uiteraard meer dan 1 rol. De mensen zien ons 2 keer per week. Dus we hebben als eerste een coachende rol. Ze moeten vooral met vragen bij ons terecht kunnen, zich goed voelen. Bij die vragen komen natuurlijk heel veel fabels. Dus we zien heel veel de fabel, buikspieren wil ik graag doen voor een strakkere buik. Ja. Kan je mij daar oefeningen voor geven? Dan is het heel belangrijk dat wij gaan uitleggen dat er geen vetverbranding lokaal gaat plaatsvinden bij zo'n oefening bijvoorbeeld. Dus die dingen ontkrachten en die coaching, daarin is al onze eerste grote rol.
Daarnaast is het ook belangrijk dat we blessurepreventie gaan doen. Hè. Mensen die al heel lang niet bewogen hebben, ineens terug laten bewegen. Als we dan ineens 5 keer per week intensief gaan sporten, is dat natuurlijk vragen voor blessures. Dus ja, dat moet op elk individu progressief worden opgebouwd. Daarnaast, mensen met obesitas zijn zelden mensen met enkel obesitas. Er is vaak een ruime voorgeschiedenis, vaak chronische aandoeningen, orthopedische problemen, en die zijn ofwel niet ofwel wel gelinkt aan obesitas. Dus dat zijn dingen waar we allemaal rekening mee moeten houden in de opbouw van ons programma. Oké. Ja, ik kan me inbeelden dat overgewicht heeft vaak te maken, denk ik, dan met een tekort aan bewegen, ook met andere redenen zoals foute voeding en zo. Mm-hmm. Maar een tekort aan beweging speelt uiteraard ook een rol. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk voor mensen met obesitas om veel te bewegen? Het is eigenlijk heel belangrijk voor deze mensen om veel te gaan bewegen, vooral voor de gezondheidsvoordeel. Ja. Dat is eigenlijk het voornaamste. We zien eigenlijk pas dat er een bijkomstig gewichtverlies is bij heel veel en heel veel intensief sporten. Ja. En dan moeten we natuurlijk weer rekening houden met die blessures, et cetera. Dus eerst gaan we sporten voor een goed gezondheidsvoordeel te krijgen, prioritair. We zien daarnaast ook dat eigenlijk beweging in combinatie met voeding de beste resultaten geeft. Hè, dat deze twee aspecten zeker moeten worden aangepakt en vooral voor op lange termijn. Als we alleen voeding gaan doen of alleen beweging gaan aanpakken, dan zien we eigenlijk niet dezelfde resultaten. Bewegen is belangrijk tijdens een behandeling tegen obesitas, mm-hmm, maar is ook uiteraard belangrijk om obesitas te voorkomen. Ja, dat zeker ook. Hè. Ja. Ja. Goed, over welk soort beweging spreken we? Welke oefeningen schrijven jullie dan voor aan de mensen? Is dat in een oefenzaal of gaat dat ook over wandelen in de natuur? Mm-hmm. Wij bieden in onze zaal is het eigenlijk vooral een fitnessgerelateerde setting aanbieden, hè, waar we heel mooi eigenlijk de combinatie van krachttraining en uithouding kunnen aanbieden. Maar wij duiden wel altijd heel erg op, we moeten iets doen wat je graag doet. Mm-hmm. Dat is ook iets wat je gaat blijven doen. Maar idealiter zou daar een uithouding- en krachtcomponent in zitten. Maar eerlijk zijn we al heel blij als we deze mensen aan het bewegen krijgen. Heel wat. Nu, heel vaak denken mensen dat enkel uithouding belangrijk is, maar die combinatie met krachttraining is toch wel echt wat wij aanraden. Ja. Waarom? We gaan door krachttraining ook meer spierkracht hebben. We gaan ook het rustmetabolisme verhogen. En we gaan ook bijvoorbeeld gezondheidsvoordeel hebben, gelijk het natuurlijk verlagen van onze cholesterol. Nu, qua intensiteit is het altijd een beetje wat is haalbaar. Hè? Om nog eens te duiden op inderdaad de voorgeschiedenis en de problematiek. Ja. De richtlijnen zeggen natuurlijk zo hoog intens mogelijk. Ja. Maar dat is niet altijd haalbaar. Ja. Hè? Anders gaan we blessures hebben. Dus daarom nogmaals, het individueel begeleiden is daarin zeer belangrijk voor de progressieve opbouw. Ja, en het zijn ook natuurlijk mensen die absoluut niet meer gewend waren van te bewegen vaak, hè? Ja, inderdaad. Dat zijn mensen die vaak van helemaal geen beweging gaan naar toch iets bewegen. Dan hoeft dat ook niet ineens 5 keer per week te zijn. We zijn al heel blij als we deze mensen van niet bewegen naar iets bewegen krijgen, want dat heeft ook al een gezondheidsvoordeel. Merk je dan ook dat die mensen daar zelf van, dat ze daar zelf van genieten op een bepaald moment, dat ze terug kunnen bewegen en dat ze terug dingen kunnen gaan doen, fysiek dan, die dat ze daarvoor niet meer konden. Mm-hmm. Ja, we zien natuurlijk mensen die inderdaad zware problematiek hebben en die inderdaad bijvoorbeeld helemaal geen beweging meer hadden en ook daardoor helemaal niet meer veel konden. En daarin kunnen we soms wel die cirkel doorprikken, waarin dat ze toch de gezondheidsvoordelen merken en ook daardoor willen verder bewegen en er ook energie uithalen. Ja. En dat is wel heel mooi om te zien. Als de mensen, zeker na zo'n 6 maanden traject bijvoorbeeld, ook effectief zeggen, ik voel mij beter, ik kan terug meer. Die zaken, dat is eigenlijk wat bewegen ook teweeg kan brengen. En is dat vaak dan echt spectaculair, die vooruitgang? En dat hangt van persoon tot persoon af, ook natuurlijk ook van motivatie. Ja. Uiteraard, hè, we zien mensen die dat heel goed in handen nemen en daar heel goed mee aan de slag gaan en echt zeggen van, ik zou niet meer anders willen. Mm-hmm. En er zijn mensen waarbij dat een moeilijker traject is, die niet goed weten waar ze ook achteraf nog verder kunnen gaan met beweging en zo. Ja. Maar ieder doet dat op zijn eigen manier. En ik denk dat altijd toch, als je het traject volledig en goed volgt, er sowieso een gezondheidsvoordeel optreedt en iedereen dat ook wel merkt. Ja, je spreekt van een 6 maanden traject. Ja. Maar ja, daar stopt het natuurlijk niet na die 6 maanden. Hè. Ik vermoed dat mensen dan nog, dan moet je eigenlijk zelf het karakter tonen om verder te gaan op jezelf of eventueel onder begeleiding. Inderdaad, dat is ook heel belangrijk, uiteraard. We raden de mensen dan ook aan om naast ons traject ook dingen te zoeken dat ze leuk vinden. Want uiteindelijk bij ons is het toch wel beperkt tot eigenlijk fitness. Ja. Ook niet iedereen is weggelegd. Dus wij proberen ook binnen ons traject een keertje met de mensen een uur te gaan wandelen en wat oefeningen tijdens het wandelen te doen.
we proberen een keertje, we gaan dan ook in Genk naar het sportcentrum doen, is een andere sessie. En zo proberen we wel meerdere dingen aan te bieden. En dan zien we toch eigenlijk dat er ook een doorstroom is naar ons traject. Naar die lessen in het sportcentrum die dan wekelijks worden gegeven, bijvoorbeeld. Zijn dat dan specifieke lessen voor mensen die aan het revalideren zijn van obesitas? Dat is eigenlijk een specifieke groepsessie voor obesitas dat vanuit het sportcentrum gegeven wordt. En daar hebben we een samenwerking mee. En daar is wel een doorstroom naar. Nu, niet al onze deelnemers zijn ook van Genk en omstreek. Dus het is ook niet dat alle mensen nog altijd naar Genk gaan blijven komen. Ja. Maar wij toetsen ook altijd. We hebben ook altijd een eindgesprek, een eindscreening met deze mensen. We toetsen altijd naar wat hun plannen zijn, wat de mogelijkheden zijn. We proberen dat ook samen te bekijken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat het ook inderdaad aan hun zijn. En als ze dat zelf niet helemaal weten, kunnen ze best nog iets verdere begeleiding zoeken. Over hoe vaak gaat dat dan op weekbasis? Hoe vaak beweeg je best op weekbasis? Als we eigenlijk echt naar de richtlijnen kijken, dan zien we eigenlijk voor echt gewichtsverlies te voorkomen dat dat 4 tot 7 uur per week zou moeten zijn. Okay. Nu, algemeen denk ik dat we allemaal wel weten dat dat niet echt haalbaar is. Mm-hmm. Dat is heel erg veel. We zien nu wel dat al van 3 uur per week er eigenlijk een gezondheidsvoordeel is en ook een behoud van gewicht. En dit met matig intensief trainen. Ja. Dit kan je ook spreiden. Hè. Dit hoeft niet 3 keer 1 uur te zijn. Dit kan ook meerdere keer een half uurtje zijn. Ja. Je kan ook 2 keer 1,5 uur stevig gaan wandelen. Die dingen zijn ook al heel erg belangrijk. Mensen zijn ook vaak met obesitas zeer inactief. Hè. Dus we moeten best ook eerst starten met bijvoorbeeld per dag 2 keer 1 kwartiertje eens wat te bewegen en zo dat verder opbouwen. Hè. Ja. We zien ook dat het heel belangrijk is, of we willen duiden op het belang dat doorheen de dag de mens meer actief moet zijn. Ja. Niet zitten heel de dag en 's avonds 10.000 stappen gaan doen. Hè? Mm-hmm. We moeten dat zitgedrag ook doorbreken. Algemene activiteit is ook een belangrijke. Dat is ook een beetje wat we net al hebben gezegd, van helemaal niet bewegen naar iets bewegen heeft al een voordeel. Maar stel hier haalbare doelen in. Als iemand van 2000 stappen per dag van de een op de andere dag naar 10.000 stappen per dag moet gaan, omdat dit de richtlijn is, dat is een veel te grote stap. Begin bijvoorbeeld eens met 500 stappen meer te zetten per dag. Doe dat sinds 2 weken en als dat goed gaat, kunnen we dat weer verhogen. Ja, dat is een kwestie van opbouwen. Ja, en je hoeft echt geen topatleet te zijn om hiermee aan de slag te gaan. Ik kan me ook inbeelden dat als je dat niet doet, als je dat bewegen niet blijft doen, dat dan de kans op hervallen ook wel groter is. Kans op hervallen, het is vooral de gezondheidsvoordelen. Hè? Kans op hervallen, voeding is daarin een heel belangrijke factor. Ja. Dus iets wat niet echt binnen ons discipline... Allee, we zien dat heel veel mensen ook met vragen daarover komen en dat dat heel erg samen gepaard gaat. Maar is een leukje dat dan de diëtisten weer behandelen. Ja, dat is een beetje buiten ons luik natuurlijk. Maar hervallen is vaak... als je een maand niet meer aan het bewegen bent, is het moeilijk om terug te herstarten. Dus dat is natuurlijk wel iets. En die gezondheidsvoordelen die er zijn met beweging, als je de beweging wegneemt, zijn er natuurlijk weer dingen die terug gaan komen. Goed, als je nu een aantal zaken zou moeten opsommen die je de mensen zou willen meegeven, die eigenlijk op vlak van bewegen, op vlak van jouw job dan, kinesietherapie, zaken, boodschappen die je hen zou willen meegeven, welke zijn dat dan? Eigenlijk vooral doen wat je graag doet. Ja. Dat is het belangrijkste, iets wat je graag doet, volhouden. En vaak ongeveer 3 keer per week proberen te gaan sporten, bewegen. Liefst een combinatie toch van uithouding en kracht. En meer algemeen regelmatig doorheen de dag bewegen. En zo kunnen we eigenlijk samen naar een gezondere, actievere levensstijl gaan. Ja, maar het kan gaan over zwemmen, fietsen, lopen, krachttraining. Alles is goed eigenlijk, zolang je maar beweegt. Dat is eigenlijk het belangrijkste, zeker bij mensen met obesitas, dat ze terug beginnen bewegen. Ja. Het grootste punt. En dan kijken wat je daar rond nog verder kan doen. Hè. En dan inderdaad meer naar die uithouding en kracht zou het ideale zijn. Maar als ze bewegen is het echt al heel goed, zodat ze die levensstijl kunnen aanhouden en veranderen. Oké, heel fijn. Bedankt voor dit gesprek. Dankjewel.